Oh my god, lieve mensen, ik heb vakantie! Ik ben super blij, echt waar. Ik heb deze ochtend nog scènes gedraaid voor thuis. Ik heb voor de laatste keer om 4:30 opgestaan. Oh, het is nu 12:30 en ik heb nu nog mijn vriendin afgesproken. Maar ik ben zo blij dat het vakantie is. Ik kijk er zo naar uit. Ik heb mijn vriendin afgesproken, dan ga ik naar huis. Ga ik echt starten met echt effectief mijn valies te maken. En ik ben ook heel blij, dus wij vertrekken donderdag. Gaan wij al in Zaventem gaan slapen, maar officieel vertrekken we vrijdag naar Cuba. Maar ik ben heel, heel blij dat ik nog eigenlijk ja, 3 dagen heb om het rustig aan te doen. Ik ga bijvoorbeeld mijn nagels nog laten opnieuw doen. Ik ga nog naar de kapper, want mijn extensions gaan er deels uit. Voor de reis. Maar ik kan alles zo op mijn dode gemak doen. Ik moet mij niet opjagen. Ik moet niet stressen. Dat ik het allemaal tussen de soep en de patatten moet doen. Ik kan morgen nog eens naar mijn grootouders in Oostende gaan. Dus ik ben echt, echt, echt blij. En ik heb kei veel zin in vakantie. En ja, kei veel zin. Dus voilà. Dat was mijn laatste werkdag. Voormiddag. En nu ga ik gewoon volop genieten. Oké, missie valies maken. Het is hier echt een nest van dingen. Ik heb hier met mijn valies gelegd. Ik weet niet. Ik heb dingen bijeen al verzameld dat ik graag wil meenemen. Ik heb ook allemaal organizing dingetjes gekocht om alles, alle t-shirts te kunnen sorteren. Alle broekjes of alle outfitjes. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Ik heb mijn kleine trolley, grote valies. Ik heb een zak die ik voor de luchthaven en ook als strandtas wil gebruiken. En het ding is met Cuba natuurlijk dat je toch alles moet meenemen dat niet is. Ik heb het niet mee, koop het daar, want ik denk niet dat daar zoveel winkels en het is niet gelijk hier. Hè. Dus, maar goed, kijk, ik ga een poging wagen om al een eerste grote lading, maar ik ben buiten adem zelf, een eerste grote lading te sorteren en... ja, al in te pakken. Klein beetje. Hier heb ik allemaal kleedjes. Dat zijn allemaal shorte broekjes. Ding liggen ertussen. Dat zijn allemaal topjes. Dat is een dat zijn bikinis, badpakken. En dat is zo een safety box met een beetje van alles in. Voor stel dat onze grote valies vertraging of eender was, hebben dat ik sowieso een paar kleren heb, een paar bikinis, onderbroeken, dat ik verder kan. Dus dat is een beetje een safe dingetje. Dus voilà, het raakt wel vooruit. Ik heb gewoon het gevoel dat ik al heel veel mee heb. En of dat er al veel in die valies moet ofzo. Huh. We zijn ergens aan het raken. Dat is de grote valies. En dat is een deel voor Tom. En hier heb ik een klein valiesje. En hier ben ik al begonnen met wat dingen in te doen. En nu laat ik het heel even bezinken. En morgen doe ik dan de rest. Dinsdag, het is 7:30. Ik heb mij gedoucht, mijn haar gewassen, een beetje klaargemaakt. Ik heb net koffie gezet en ik ga nu even journalen. En even in het gras gaan lopen, want het is een super mooie dag. Dan ga ik 's morgens altijd graag met mijn voetjes in het gras. Om 9:00 heb ik E-Fit. Om 10:30 daartussen ga ik even naar de apotheek gaan, denk ik, voor nog
de laatste spulletjes te halen. Dan heb ik LPG en dan rijd ik door naar Oostende om mijn grootouders te gaan bezoeken. Dus dat is mijn plan voor vandaag. En ja, het is een mooie dag. Ik heb slecht geslapen, maar ik heb wel energie. Het is vakantie. Dus ja, ik heb er zin in. Hier zit in een banaan, kiwi, hazelnootmelk, lijnzaad en proteïnepoeder. Dus dat ga ik nu mixen en dan ga ik er nog een paar toppings bij doen. Ik wil jullie even nog mijn outfit laten zien. Ik heb een blouseje aan van Cocoture. Dat is eigenlijk van de eerste collectie van onze webshop. De allereerste, dus wel niet meer te vinden, denk ik. Deze broek is vintage jeans van Le Freddy. En mijn schoenen zijn van 365. Dus voilà. En ik ga mijn handtas meepakken van Josh V. En dan ben ik klaar om te vertrekken. Zo, de Yves is goed geweest. Ik ben nog net naar de apotheek geweest. Ik ben magnesium gaan halen. Ik had een voorschrift voor iets vooral. Moest je een blaasontsteking hebben, dus dat is voor mij te nemen op prijs. Imodium heb ik mee voor prijs. En dan heb ik ook nog zo'n handschoen bij Institutje wel gekocht, omdat ik vanavond nog een self-tan wil doen. Dus, en ik heb er maar eentje, dus ik wil graag een reserve handschoen hebben. Dus voilà, dat ben ik gaan halen. Ik heb nu nog een kwartiertje tijd voordat ik naar de LPG moet. Dus ik ga even naar het toilet en dan ga ik vertrekken. Zo, de LPG is net gedaan. Het is 10:55 en ik ga nu naar Oostende rijden. Mijn ouders zijn daar en die vroegen of ik samen met hen iets wou eten op de dijk. Dus dat is kei leuk, want ik denk ook dat de laatste keer is dat ik hen zal zien voor vakantie. Dus gaan we eerst gaan lunchen samen en dan ga ik met mijn, bij mijn grootouders gaan. Dus kei leuk. Goedemorgen, het is vandaag woensdag, het is 6:10. Ik ben weer mijn ochtendritueel bezig, koffietje, journalen, dat ga ik eerst doen. En op het gemak wakker worden, want ik ben echt niet goed wakker. En dan ga ik het huis kuisen, omdat ik gewoon wil dat het hier proper achter blijft als we vertrekken. Morgen vertrekken we al richting Zaventem en blijven we daar slapen, maar officieel vertrekken we vrijdag. Omdat we het rustig aan willen doen en daarmee. Mijn stem is een beetje... dus dat ga ik eerst doen nadat ik hier een beetje nadat ik ben wakker geworden. Dan ga ik bij een vriendin nog een trekrugzak halen, omdat we toch nog een tweede... dat we toch nog wel wat grief moeten meepakken, dus gaan we nog een tweede... een trekrugzak meepakken. Van tegen de middag heb ik terug LPG en de namiddag ga ik mijn nageltjes opnieuw doen en daarna ga ik doorrijden naar kantoor omdat alles binnen moet van ons boekjaar. En dat is altijd op 30, normaal is het morgen, maar ik ga vandaag al alles doorsturen. Dus ik heb alles heel goed voorbereid. Het zijn de laatste dingetjes dat ik daar moet nog doen of aanpassen en dan kan ik het doorsturen en dan kan ik op mijn gemak vertrekken. Dus dat is eigenlijk het plan voor vandaag. Eerst nog wel wakker worden, verder beginnen met mijn journal en dan ga ik beginnen kussen. Leuk hoor.
ben terug thuis ondertussen. Ik ben de rugzak gaan halen. Ik heb een soort lunch-ontbijt. Het is nog niet laat, het is nog maar 11 uur, maar ik heb honger. En we hebben natuurlijk niet veel meer in huis. Dus ik heb een wrap, een wortelwrap met aioli, vegan aioli, ijsbergsla, avocado en een eitje gemaakt. Oeh, ik ga er nog een klein beetje vegan kaas op doen. Altijd lekker. En ja, we zijn gewoon de frigo aan het leeg eten. Er is niet veel meer, dus we hebben het eigenlijk heel goed gematcht, getimed, kun je dat goed zeggen. Maar gewoon dat we geen overschotten of heel weinig overschotten hebben. Dus ik ben daar wel blij mee. Ik heb ook nog een ginger shot dat ik ga drinken erbij. En ja, dan ga ik straks vertrekken richting de LPG. Zo, ik ben nu op kantoor, het boekhouding aan het afwerken en ik ben nog langs de ZEP geweest omdat ik een soort van luchthaven outfit wou, die ook, ik heb nu een broek gekocht, maar die licht genoeg is om ook daar te plaatsen te kunnen dragen. Dus ik heb nog een outfitje gaan halen. Dus nu ben ik op kantoor, ben bijna klaar en dan straks ga ik nog met mijn nageltjes. En vanavond ga ik mezelf zijn doen, want het is er gisteren niet van gekomen. Maar ik ga hier wel de vlog afsluiten. Mij verder een beetje voorbereiden op de reis. Ik heb er keiveel zin in. En ik zie jullie dan eind juli terug met een Cuba vlog. Dat een pak interessanter en leuker zou zijn om voor jullie om naar te kijken. Alleszins, dank jullie wel. Vergeet niet te abonneren, dat je zeker die niet zal missen, die vlog. En tot een volgende keer. En fijne vakantie, fijne zomer voor jullie allemaal. Dikke zoen. Muah.